Ja, voorzitter, ik worstel hier toch enigszins mee. Kijk, de VVD is verantwoordelijk voor de lockdown. En door de lockdown gaan er miljoenen ondernemers nu failliet. En nu vind ik toch een beetje dat hier krokodillentranen gehuild worden en dat er een show wordt opgevoerd. We moeten eigenlijk terug naar het begin. De lockdown leidt ertoe dat al die ondernemers failliet gaan. Dus waarom denkt u niet mee in oplossingen en gaat u aan de achterkant lopen roepen dat u huilende ondernemers aan de telefoon heeft en dat u ook buikpijn heeft? Maar waarom gaan we niet gewoon de kern van de zaak aanpakken, namelijk die lockdown? Voorzitter, de heer Van Haga maakt een politieke denkfout. Het is niet de VVD die een lockdown wil. Ik weet niet of u dat in ons voormalige verkiezingsprogramma heeft gezien staan. Het is het laatste wat we willen. Het is dit virus die dat doet. Het is het virus die ervoor zorgt dat deze verschrikkelijke maatregelen nodig zijn om ons allemaal gezond en veilig te houden. De heer Van Haga. Ja, voorzitter, dit is een leuke personificatie van het virus weer. Het virus loert op ons, het virus doet van alles. Inmiddels weten we dat het virus helemaal niet zo schadelijk is en dat er allerlei oplossingen zijn. Beschermen van de kwetsbaren, het opschalen van de zorg. Dat heeft u allemaal niet gekozen. Maar nu aan de achterkant hebben we allerlei maatregelen. En dan vind ik toch dat als de overheid, en misschien doet de VVD het niet alleen, want het hele kabinet doet het, als de overheid ervoor zorgt dat er schade wordt toegebracht, bent u het dan in ieder geval met me eens dat er 100% van de schade moet worden vergoed? Voorzitter, dit gebeurt vaker in het debat. Kom niet bij mij aanzetten dat dit virus niet gevaarlijk is. Kom er echt bij mij niet mee aanzetten, voorzitter. Zeg dat alsjeblieft tegen de weduwe en tegen de kinderen van Piet, de beste maat van mijn vader, die één dag na kerstmis is overleden, 54 jaar oud. Zeg dat alsjeblieft tegen de weduwe en tegen de kinderen van Jan, een goede maat van mij uit mijn carnavalsband, 51 jaar oud, meneer Van Haga. U mag hier mij van alles komen verwijten, u mag hier mij van alles komen doen over het steunpakket, maar laten we alsjeblieft ophouden over dat dit virus niet gevaarlijk is, dat het maar een griepje is, dat het alleen de ouderen zijn. Ga dat soort taal alsjeblieft in een podcast met Lange Frans doen, maar kom daar bij mij niet bij aanzetten, voorzitter. Ga je reclame maken voor Lange Frans? Voorzitter, ik hoop dat de heer Aartsen dat dan ook zegt tegen al die mensen die last hebben van de nevenschade van de maatregelen die uw partij oplegt. Alle mensen die niet behandeld worden en kanker hebben. Alle mensen die geen bypass kunnen krijgen. Alle mensen die een niertransplantatie niet krijgen. Daar moet u dat ook tegen zeggen. En al die mensen en die nevenschade is uitgerekend, maar niet door uw partij. Want u bent geen ondernemer, u heeft er geen last van. U gaat gewoon door met bitterballen eten. U gaat straks hier, in het ledenrestaurant gewoon weer à la carte eten. U heeft er geen enkel effect van. Dus ik vind dat u een toontje lager moet zingen en mij niet moet gaan laten lastigvallen over Lange Frans. U bent verantwoordelijk. U gaat daar zitten, ik niet. U bent verantwoordelijk voor die noodmaatregelen. En ik vind het krokodillentranen huilen dat u nu zich opwerpt voor het ondernemer, want u doet dat niet. Voorzitter, de heer Van Haga strooit hierbij echt ondernemers zand in de ogen. En ik vind dat kwalijk. Want dit zijn mensen die in een enorm kwetsbare positie zitten vanwege deze lockdown. Dat doet niemand hier voor zijn lol. Helemaal niemand. Dat doen we vanwege dat verschrikkelijke virus, wat hartstikke dodelijk is. Ook voor mensen onder de 80, zeg maar even tegen de heer Van Haga. Daarom doen we dat. En we proberen die ondernemers er doorheen te trekken. Dat doen we hier keer op keer op keer op keer. En dan mij gaan verwijten dat we niks voor die ondernemers doen. Voorzitter, alsjeblieft, gaat het ergens anders doen. Mevrouw Van Brenk. Mevrouw Van, ja? Ja, voorzitter. Er zijn ook ondernemers die... Heel even, dan is het... We hebben afgesproken 3 vragen, meneer Van Haag. Ik weet niet of u daarbij was toen ik dat met jullie had afgesproken vandaar. Nee, daar was ik bij, maar misschien een slotopmerking dat me dan toch gegund wordt, want dit loopt toch een beetje uit de hand. We hebben het hier over een virus met een IFR van 0,23% met nevenschade die veel meer slachtoffers maakt dan het virus zelf. En met ondernemers die allemaal over de kop gaan door deze maatregelen. En dan moet u niet gaan doen van dit virus loert op ons en het is allemaal zo erg. Nee, u moet gewoon 100% compenseren van de schade die u maakt. Voorzitter, ik ben blij dat ik iets hoger empathisch vermogen heb dan een baksteen.